We hebben net een prachtig concertje van Betty Serveert achter de rug, akoestisch, semi-akoestisch. Dat gaan ze straks veel harder herhalen in de Peppel. Maar dit was eigenlijk een soort voorbereiding. Dit is ook de eerste samenwerking die wij met de Peppel aan zijn gegaan. Galerie Kortom zal maandelijks een band die daar op het podium staat hier een akoestisch concert laten doen. Wij hopen 10 februari Puppa Chubby te hebben, een geweldige bluesgitarist uit Amerika. Maar we hebben vanavond afgetrapt met Betty Serveert. Een Nederlandse band die al 25 jaar bestaat en kunst die duidelijk niet verleerd is. Ik heb de nieuwe cd gehoord. Dat is een beauty. Dus we zijn heel benieuwd wat ze gaan bieden straks. Oh,